Je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Vandaag een dag met veel sluierwolken en die sluierwolken waren vaak zelfs dikker dan op deze foto. Af en toe brak de zon even door, maar geleidelijk aan hadden we het gooien te maken met dikke wolkenvelden. Zien we goed op de satellietfoto. Nederland heeft te maken met aanvoer vanuit het westen tot zuidwesten en daar zitten over het algemeen gewoon vrij dikke wolken in. Sterker nog, die wolken zijn soms zo dik dat er ook wat lichte neerslag valt. Er zit hier wel wat een verhaal aan, want er zit een heleboel ruis op de radar. Al die spikkeltjes die we hier op de Noordzee zien, dat is eigenlijk ruis en stelt niks voor. Maar alles wat beweegt, wat je van west naar oost ziet trekken, dat is wel degelijk neerslag. En dat zien we ook in het noorden van het land. Daar dus af en toe wat lichte buitjes en vanuit het westen komt er dus meer neerslag aan. Dat gebeurt in de loop van de avond. Van het westen uit en ook van het zuiden uit kans op een enkele bui. In het zuiden zou er bij een klap onweer kunnen voorkomen. In het westen lijkt die kans minder groot. Temperaturen blijven wel lang hoog en de neerslag hoeveelheden stellen op de meeste plaatsen nog niet veel voor. In de nacht uiteindelijk meer buien met in het oosten van het land kans op een klap onweer daarbij. Ook wat opklaringen tussendoor en een minimumtemperatuur rond 15 graden. De wind draait in de loop van de nacht naar het westen en wordt morgen west tot noordwest matig tot vrij krachtig, zelfs windkracht 4 tot 5. We beginnen de dag nog met een aantal buien, maar in het noordwesten is het al droog en die buien die trekken geleidelijk aan naar Duitsland weg. En dat betekent dat het in de loop van de middag ook op andere plaatsen gewoon droog is en tegelijkertijd komt de zon beter uit de verf. Temperaturen tussen de 20 en 22 graden op de Wadden, een graad of 18. Dan de dagen die volgen. Eerst de zondag. De buienkans is dan vooral wat groter in het noorden van het land. De zon schijnt af en toe en met een afnemende wind wordt het 21 tot 24 graden. Maandag nog weinig verandering, vooral in het noordoosten nog kans op een bui, maar ook alweer zonnige momenten. En de zon gaat het vanaf dinsdag helemaal doen. Dinsdag hebben we nog temperaturen tussen de 22 en 26 graden, maar het kwik gaat daarna snel verder omhoog. En dat zien we ook aan de kansen op het zomerweer. De kans op meer dan 25 graden is vanaf woensdag dik boven de 70%. En tegelijkertijd zien we vanaf donderdag zelfs kansen van meer dan 50% op meer dan 30 graden. Tropische warmte is dus heel dichtbij en het is zeer aannemelijk dat we daar in de loop van volgende week mee te maken gaan krijgen. Nou, in de loop van het volgend weekeinde lijkt er dan weer enigszins een beetje verkoeling op te treden. Maar de kans op meer dan 25 graden blijft nog altijd schommelen zo rond de 40 of 50%. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.